Goedemorgen. Het is alweer donderdag. Het is nu een paar minuten voor 11. Het is nu 10:56 om precies te zijn. Ik heb net nog even gekeken. Ja. Ik ben op locatie voor een gesprek. Ook een goeie. Dus ja. En dat gaat over mijn therapie die ik ga krijgen. En, daar moet ik zo meteen ergens naar binnen. Daar. Dus, ach ja, ik neem jullie gewoon weer een stukje mee. Daar loop ik weer, heb een heel goed gesprek gehad. Ze heeft dingen op papier gezet. Dus ja, en dat moet ik zo meteen eventjes, nou niet zo meteen, maar straks vandaag later even met Ro even bespreken. En ook even met Jeanette. Volgende week helemaal goed, top. En we hebben nu lekker vooruit gepland tot en met een december. Tot en met iets van de 17e of zo. Helemaal goed. Lekker. Nou ben ik lekker aan het lopen naar mijn auto weer. En ja. Is lekker. Heerlijk dit. Zalig. Geweldig. En wat ik nog allemaal ga doen? Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee, misschien Joost wel, maar ik niet. Nope. Maar oké, maakt helemaal niet uit. Geeft niet. Bijna bij de auto. Dus en ik moet even jullie even opladen. Ook dat. Jullie zijn nog maar 38%. Ja, nou ja, jullie niet. Maar mijn batterij en van mijn camera. Dat dus. Dus ik ga jullie even opladen. Waar ben jij mooi? Nou ja, kijk dit. Kijk dit dan. Kijk dit dan. Oh. Maar mama gaat zo weer weg en papa toe, papa ophalen. Maar ik ga even hier een foto van maken. En dan zal ik die even in de vlog erbij doen. Ja, ik lig lekker op bed en het is nu net. Mag ik niet liegen? Nee, ik ga niet liegen. Het is 17:45. Maar deze dame heeft namelijk blaasontsteking. In de zwangerschap. Ja, Sander. Dus ik heb ook een kuur en daar word ik nogal moe van. Dus maakt niet uit. Morgen ook weer een drukke dag. Ja. Dus ja. Ik lig even lekker op bed. Moet ook kunnen. Gewoon eventjes aan mezelf denken. Dus Rodi komt ook zo meteen. En ja. En ik zou nog wat laten zien aan jullie. Ja, 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 ja. Ik ben vandaag op gesprek geweest. Bij mijn therapeut, ja. En ja, ik wist niet. En dat je dus nog een reptielenbrein hebt. Wist ik niet. Kijk, ik weet niet of het heel goed te lezen valt. Kijk, dit is het denken. Je hebt namelijk het denkend brein. Je hebt de reptielenbrein. Je hebt dan onveilig vechten, vluchten, bevriezen. Vermijden is vluchten. Je hebt dan opwinding, dus dat hoort dan weer bij controle. En de reptiele brein, dat is de korte termijn. En denkend brein, dat is de lange termijn. En dan heb je nog veilig, want denkend brein, dat hoort bij veilig. Dus ja, joh, en dat is dus het gevarenzone. Dus ja, dus dat. Eigenlijk een beetje. En dan volgende week weer even praten. En dan waarschijnlijk of die week daarvoor, daarvoor, ja, hoor mij. Dat dan echt van start gaat, of die week daarop. Maar dat zien we dan wel. Dus komt helemaal goed. Ja. En gewoon moedjes, jongens. Ja, maar oké. Roos ook weer thuis met de hondjes. Dus Roos komt ook zo eventjes bij me liggen. Dan gaan we eten en dan zien we het wel. Dus, als jullie het ook wel, ja. En toen was het alweer een paar uurtjes later. Het is nu alweer bijna 8:00. Ja. We zitten nog lekker in bed. Gezellig, toch? Nog wel. Ja. En we hebben zometeen een webinar die we zometeen even gaan volgen. Ja, ja. Dus, dat wordt weer even gezellig en leuk, toch? Ik hoop het. Dat is erg leuk, hoor. Ik hoop het ook. En want we hebben ook wat iets nodig. Maar dat gaan jullie allemaal wel zien in... in de babyvlog, dat is. Dus
Ik zou zeggen, voor de babyvlog, als je die gaat zien ergens binnenkort, daar heel veel kijkplezier mee. Ja. Boe. Yes. Nou, het is geen bus. Nee. Nee. Gorilla, meneer. Scheiden kan je zitten, maar het gaat... Scheiden kan je staan, maar het gaat beter als je zit. Oh, is dat zo? Ja, vast wel. Meneer Gorilla. Wat nou weer gorilla? Ja. Ga gewoon douchen. Dan ga je douchen? Ja. Met een handdoek om. Is dat zo? Ja. Wat? Daar word je schoon van. Oh. Zurück. Du kleiner Knirps. Van voorzichtig. Oh, heerlijk. Maar even een vraag. En dan wil ik een eerlijk antwoord van je. Ben ik nou zo dominant naar je? Ja of nee? Ja, ik ben heel dominant. Vertel waarom. Dat ben je gewoon. Vertel waarom. Als je reptiele bij. Controlfreak. Vertel waarom. Alles kan alleen maar op één manier, dat is jouw manier. Ja. Andere manieren bestaan er niet, ook al zijn ze goed. Ja. Ja, en ik welke... Ik kan er lang over zijn, maar je bent gewoon dominant. Ja. En vind je dat vervelend of niet? Of vind je het juist soms lekker nee. Geil? Nee. Niet? Soms vervelend, ja. Van, waarom moet nou specifiek... Zo, zeg maar. Ja. Ja. Bijvoorbeeld thee zetten. Jij moet er eerst water in het kopje, dan pas theezakje, dan pas suiker. Ja. Dan theezakje eruit, dan roeren. Ja. Niet gewoon theezakje erin, suiker erbij, water erbij, klaar. Simpel. Ja, voor jou, ja. He, je zet het water op koken, doe vast het theezakje erin, suiker erbij, berg het suiker op, pak je lepeltje, water is gekookt, doe je erbij, klaar. Ja. Ja. Dus dat. Dus dat. Dan ga jij lekker eventjes onder een automatische regen. Heel goed. Doe je. Doe je. Stukjes. Vindt hij leuk hoor dit. Hij is uit. Hij is uit. Kijk hem op. Ja. Nog liegen tegen mij over. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.